Erwin. Laatste versterkingen. Oké. Okay. Voor de zware tocht. Maar even normaal voor ja. Even die hamstrings recht leggen. We gaan naar de Verkouwse driehoek. De meeste zijn in deze regio wel bekend. We zien het wel. Ja. Maar, over asfalt loop ik niet, weet je. Een paar stukjes asfalt. Een paar kleine stukjes asfalt. Maar waar asfalt is een berg, Jacob. Hebben we hier willen? Staat jij nou niet? Ja, hij staat er aan, ja. Ja, wat is een mooie trailer in de Krimpen Waard. Je hebt zoveel mooie paadjes. Wat maakt het met een echte poldertrailer? Ja, hoe zou je de poldertrailer structureren? Het woord zegt het, hè? De trailer in de polder. Ja, trailer in de polder. Beetje doorzetters. Beetje... Zondagochtend. Ja, we hebben die poldertrailers groep in Strava. Met meer dan 100 leden. Daarvan heb denk ik een mannetje of 30 of zo wel eens meegedaan, dus het is heel laagdrempelig. Wat wel een klein beetje een vereiste is dat je zo'n beetje rond de 5 minuten per kilometer kan lopen. Ja, ja. Dus je kan je gewoon aanmelden via Strava. Ja, ja, ja. Of een berichtje sturen en dan, dan komt het allemaal goed.